Welkom terug bij deel 3 van dit bijzondere drieluik. In dit drieluik blikken wij terug met de veren van vroeger. Maar we kijken ook vooruit naar de komende carnaval. Want in 2021 zal er geen een gewone carnaval zien. Hoe vind jij dat? Die vraag hebben wij ook gesteld aan ons veren van vroeger. Ja, alle dingen die nou gebeurd zijn, dat niet kan. Ja, dat wordt in 2023, of 22 bedoel ik, sorry. En we hoeven ook niet, hè. Nou met een... Want ik denk dat dat vorig jaar ook is geweest, dat er toch veel door ziek van nu geworden is. De komende carnaval? Ja, ik denk vrij rustig. Maar je doet dat niet meer zoveel. Kijk, als mijn dochter wel, die zei, potverdomme nog... In de carnaval vindt ze toch wel eigenlijk niks. Ik denk dat het heel verstandig is om niks te doen. En ik denk ook dat je niet moet kijken wat de grenzen zijn, wat je op kunt zoeken. Kijk, er zijn al die carnavalsverenigingen denken erover naar Ostrum, had je een plan met een rondreizend carouselletje met artiesten met een bonten hoofd. Die zijn er ook van afgestapt. Die gaan het ook online doen. IJsselstein heeft een televisiezender en een radiozender opgericht. Die gaan ook iets doen. Ja, je moet iets. Ja, het is niet anders, zeg ik dan. We moeten het er maar mee doen. Ik zal nergens heen gaan. Kijk, denk op televisie. Ik zie nu wel in de carnavalstemming, want de krant, die komt ook uit. En dat doe ik nog steeds. Verwansen, heet dat. Nederlands in het wansen zetten. Als je dan het leven een beetje overziet, wat iedereen allemaal even belangrijk vindt, en overal even moeilijk over doet, en je ziet nou in het coronajaar, ze moeten gewoon allemaal thuis blijven en ze doen allemaal niks. En het komt ook goed. Dat is ook enigszins de betrekkelijkheid van leven. Laten we hopen dat we volgend jaar weer een gewone carnaval hebben. En dat er een nieuwe prins uit mag komen. Want prinsweren is wel heel bijzonder en uniek. Maar wat als het niet zo uniek zou zien en je nog een keer gevraagd zit worden? Die vraag hebben we ook gesteld aan ons veren van vroeger. Nee, ik zou het niet weer doen. Nee, want je gaat zo'n ding geen twee keer doen, uitzondering in dagen later, zoals met Wim van der Heijden natuurlijk. En nou, onze prins, en dus ook buiten zijn schulden, toch een tweede jaar prins blijft. Misschien vind je het geweldig, ik heb geen idee. Maar nee, dat is zo'n eenmalig iets dat... Als ik dus niks zou weten en ze zullen me dan vragen, dan zou ik het weer doen, ja. Als je dat bedoelt. Nou, ik zeg dan niet bij voorbaat niet, want, maar dan zou ik wel vragen, ja, hoe kom je dan nog bij? Nee, als ik het over had willen doen, dan zou ik dat, als dat je kunt hebben, dan zou ik dat het liefst hebben gehad. Ik woonde toen gewoon thuis. En ik kan me van thuis eigenlijk niks herinneren of die hele familie er nou wel of niet was, daar weet ik eigenlijk niks meer van. Maar als je getrouwd ziet dat je hebt kinderen en je kunt dat samen met een gezin beleven, dan is de belevenis denk ik mooier. Drek. Sorry, ja, tuurlijk. Het is een prachtige tijd geweest. Jawel, zou het wel drek doen. Ik zou dat best nog goed willen doen met die mensen waar we toen 79 samen hebben gedaan. En dat zullen we nu ook weer doen, maar het is nou helemaal niet anders. Ik zeg het was makkelijker als je wat ouder werd. Ik had een moeder en een vader en je wordt toch thuis en een keer eieren uit of zo. En als je dan al vrijgezel ziet, dan moet je zelf die eieren bakken, veel regelen. En toen werd dat allemaal er ook gedaan. Of een zus van ook die hielp. Maar je kunt het best verkering hebben dat je toch met twee man ziet. Dat je er niet helemaal alleen voor staat. Een prins te zien van de Wienbuur. Ja, dat is gewoon een heel grote eer. Ik vond dat een grote eer, zo zal ik het zeggen. En voor allemaal die naar mij kwamen en voor mij denk ik ook. Geniet ervan, ja, zeg ik van.
begin tot eind. Er zijn moeilijkere dingen. Ik kan ook iedereen aanrooien, als ze de vragen van wil de prins worden van de Wienbuul, zeg ja, want het is, je krijgt het niet voor niks, en dat bedoel ik niet financieel, maar het kost wat moeite, maar het is een ervaring voor het leven. Dat is werkelijk geweldig, ja. Voor onze veren van vroeger was het een hele belevenis. Ze namen Olly en ons met in hun verhaal. We willen hen bedanken voor hun verhaal, hun openheid en hun voorbereiding. Ze doken namelijk voor ons de kelder in en gingen de zolder op zoek naar foto's en herinneringen. Dit jaar helaas geen prins, den deze belevenis van het leven mit zal maken. Dit beurtje zal dus voor altijd leeg blijven. Net zoals op dit moment de leegte hier in de Zandhoek. Laten we hopen dat jullie hier volgend jaar weer allemaal in de zaal kunnen zitten. Tot 2022.